Kees de Boer, welkom bij ADO Den Haag. Ja. Hoe voelt het om hier te zijn? Nee, ik ben heel blij om hier te zijn. Het heeft een tijdje geduurd, maar opgelucht en blij dat het nu allemaal is afgerond. Ja. Waarom heb je voor ADO Den Haag gekozen? Eigenlijk hadden ze een tijdje terug al interesse in mij, van december, zoiets. En in de gesprekken die we hebben gevoerd, kreeg ik gewoon een heel positief gevoel bij de club, bij de mensen die er werken. En, ja, ik denk dat dit op dit moment een hele goede stap voor mij is. En, ik heb ADO altijd een mooie club gevonden en ik ben blij dat het nu rond is. Waarom past ADO Den Haag bij Kees de Boer? Toevallig was ik er, toen ik klein was, ben ik hier een keer geweest. Want ik kom uit Volendam en die speelde hier toen. Dus ik was hier toen een wedstrijd aan het kijken en eigenlijk de supporters, ik was een kleine jongen, was indrukwekkend voor mij. Die waren heel fanatiek en dat vond ik mooi. En sindsdien heb ik het altijd gewoon een mooie club gevonden. Komt over van Swansea City. Ja. Kan jij een beetje je carrière beschrijven tot nu toe? Ik kom uit Volendam, zoals ik al zei. En daar ben ik dus ook begonnen. En toen ik 10 of 11 was, ben ik gescout door Ajax. Heb ik daar 6 jaar gevoetbald. En toen de stap naar Swansea City gemaakt. Daar heb ik 3 hele mooie jaren gehad. Maar zoals ik al zei, dit is een mooie vervolgstap voor mij. En daar ben ik ook heel blij mee. Wat zijn jouw persoonlijke verwachtingen bij ADO Den Haag de komende jaren? Persoonlijk voor mij wil ik hier gewoon mijzelf laten zien aan het Nederlandse publiek. Minuten maken in de Eredivisie en mij eigenlijk ontwikkelen als speler. En met de club zelf wil ik er gewoon een mooi seizoen van maken. En mooie seizoenen. Want middenmoot. Daar ga ik wel voor het aankomend seizoen. Hoe zou je jezelf omschrijven als speler? Ik denk dat ik een speler ben die graag aan de bal is. Een verdedigende middenvelder die ook als box-to-box speler kan spelen. En, ik kan het verdedigen werk wel doen, maar ik heb graag de bal. En ik hou van om het spel te verdelen. De fans van ADO Den Haag zijn trouwe supporters die altijd achter hun club staan. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik hou er zeker van als de fans luidruchtig zijn in het stadion en trouw zijn. Dus, motiveert jou dat extra? Ja, zeker. Als je op het veld staat en er zijn fans, dan krijg je sowieso een extra motivatie. En gaat allemaal iets makkelijker, voor mijn gevoel. Wat mogen de fans van jou verwachten het komende jaar? Ik ga sowieso mijn stinkende best doen en elke wedstrijd proberen te winnen voor het team en voor de fans. En, ik zal gewoon alles geven en ik hoop het team iets meer te geven op het middenveld voor volgend jaar. Je hebt 3 seizoenen bij Swansea City gespeeld. Wat heeft jou dat als speler gevormd, gemaakt? Ik heb daar wel veel geleerd, vind ik zelf. Toen ik weg uit Nederland ging, was ik eigenlijk alleen een speler die vooral goed aan de bal was. Maar daar heb ik ook zeker geleerd om een mannetje te staan en ben ik een stuk fysieker geworden. En ook meerdere dingen, aspecten van het voetbal geleerd daar. Want het spelletje is daar iets anders, ook in de jeugd al. En dat heeft mij zeker geholpen om beter te worden als speler.